Yellow. Freedom! I'm gonna slap the shit out of you. Waarom brand jij niet? De zon zit vol op je hoofd. Fuck physics. Yeah. Oh, omdat hij gelijk in het water is. Smart. Slimme zombie. Fuck is hier? Niks. Ja, dat is dus mijn zelfde verhaaltje. Genoeg. Wat vlees verzamelen. Vlees. Heel veel koeien hier. Give me your meat, son. Never ever, never ever get him, never ever get him. Wat hebben wij hier? Oh shit, ik keek hem volgens mij in zijn ogen. Ah! He's coming at me! Serieus, ben je te lang om door te lopen? Kijk in je ogen! Kijk in je ogen! Oh mijn god, dat moet ik gewoon niet meer doen, want dan blinkt hij gewoon echt recht voor mijn ogen en dan schrik ik me de kanker. Dan schrik ik mij niet de kanker, dat moet ik niet zeggen. Oké, ik ga hem. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Hij wil me heel graag hebben. Jesus. Come at me, bro! God! Gewoon in het rond smekken voordat hij voor me komt. Achter me. Daar is hij. Told you. Ah, fuck. Waar de fuck? Daarboven. Shit, hij is weer daar is hij. Ik keek hem volgens mij in zijn ogen. God, waar gaat hij nou naartoe? Ik wilde zijn enderpearl hebben. Ja, in ieder geval, we hebben kool. Missie is succesvol. En daar hangt een bosje. Waar is mijn advieskoe gebleven? Waar stond hij? Advieskoe! Ik zei dat je daar moest staan! Gosh! Weet je de koe? Oké. Oh ja, we kunnen nu een. Hoe heet het maar? Een oven, want dat is belangrijk. Zodat we onze shit kunnen koken, zodat we er niet ziek van worden. En dan ga ik ook eigenlijk mijn workbench even verplaatsen. Want naast het ijs is een beetje. Een aparte locatie. Voor een workbench. Oké. Koken. En dan ga ik ondertussen wel lekker mijn deur afsluiten. Met. Ja, dit is prima zo. Ze kunnen niet doorheen gaan. En dan gaan we dit verder uitbreiden. Hoe lang is dit nog licht? Best lang. Ik zie de zon nog niet. Oh, dat is de zon? Is dat een wolk? Is dat een wolk? Laten we dit maar even uitbreiden. Want men houdt van grote huizen. Dus wij geven hun grote huizen. Als men niet van grote huizen houdt, dan hou je niet van grote huizen. Dat ben ik niet. Ik sta niet in de positie om daarover te oordelen. Huisdecoratie is echt een van de saaiste dingen in dit spel. Avontuur is eigenlijk leuker omdat je gewoon echt de bejesus gewoon kan schrikken. If you know what I mean. Je hebt waarschijnlijk geen idee waar ik het over heb. Zal mijn vlees al klaar zijn? Zal mijn vlees al klaar zijn? Echt jongen, ik kan voor geen meter koken in het echt. Maar als zeggen ze, vragen mensen aan mij, kun je koken? Dus ja, ik ken wel vlees in de koken. Wat eet je dan vooral? Steak, gekookte kip, zulke soort shit.
Ah, oh, wat vet. Wat voor oven heb je? Nou ja, gewoon een stenen furnace. Oh, wat vet. En dan komen ze echt langs en dan start ik echt Minecraft. Ja, wacht. Ik ga wel even wat voor je doen. Ik ben niet grappig. God said, let there be light, and then there was light. Fuck, er zit die water boven. Serieus? Meneer de loodgieter, er zit water in mijn huis. Shit. Oh ja, fuck. Hoe ga ik dit? Eens even kijken of dit werkt hoor. Volgens mij niet, maar... Boomje staat best wel in de weg, vervelend snotjong. Eens even kijken of dit geholpen heeft, want ik heb niet graag dat het lekt in mijn huis. Die stond gewoon in de weg, die wilde ik al eerder weg hebben. En... Ik moet echt loodgieter worden, juuu. Hoe ben je een loodgieter? Je stopt gewoon wat dirt erin. Shit, zandzak natuurlijk. Oh, de tweede nacht gaat beginnen. Second night of the world, mijn ambacht. Mijn ambacht. Nederlandse vertalingen zijn echt het beste. Bijvoorbeeld ook. Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Ik kom terug. Oké. Okay. Ik moet ook een paar torches maken voordat ik verder ga. 26. Dat is prima. Hoe was het nog geen nacht? Net was het nog nacht. De tweede nacht gaat gewoon nog niet beginnen. Prepare yourselves, winter is coming. Kijk een van jullie Game of Thrones. Dat is echt een godenserie gewoon. Die serie is zo goed. Oeh, dat was ijs. Ja, zo lijkt het inderdaad wel nacht, ja. God damn it, ijs. Ja. Yeah. We gaan lekker voor de dirt. Zo. Nou, dat is eigenlijk best wel vet. Dat ga ik houden. Nice. Een ijsdak. One does not simply get into more war, but one does simply get killed in every serie he plays in. Referentie naar Sean Bean. Sean Bean is de acteur die... God, wie speelt hij ook weer in Lord of the Rings? Ik heb Lord of the Rings maar één keer gezien. Dus ik ken die namen nog niet zo goed. Is het nu echt nacht? Nee. Maar hij speelt ook Eddard Stark in Game of Thrones. Oh, dit is een gruwel. Gewoon onder het ijs. Hopelijk heb ik jullie nu best wel een goed ideetje gegeven. Dan zou ik het heel gemaakt vinden. Ah, de zon gaat onder. Dus gaan we nog even weg, want ik stoot ook heel mijn haarsjes eraan. We hebben best wel ons huisje nu. Ons huisje? Wat nou ons huisje? Mijn huis! Zo wie jij denkt dat je hier woont. Zomaar. Tjoe. Jongen. Tjoh. Want wij wonen onder het ijs. Pop. Dit is gruwelijk. En dan zal ik mijn bed hier neerzetten. En dan gaat er 's nachts een creeper boven mijn hoofd komen. En die ontploft lekker in mijn gezicht. Oh, lekker. Dat ene kipje gaan we ook nog doen. Gaan we avond eten. En dan is het eind van dag 2 aangekomen. Dag 3 gaan we weer op expeditie.
om grondstoffen binnen te halen. Tot dan!